Hoi, ik ben Amy, ik ben 23 jaar en ik zit in het eerste jaar van verpleegkunde. Ik heb hiernaast topsport gedaan, ik doe dit helaas niet meer, maar ik heb op hoog niveau gezwommen in het Nederlands team. Ik ga jullie nu de studielokalen laten zien. Kom je mee? Binnen dragen wij ook een mondkapje. Ik heb eigenlijk heel lang georiënteerd van welke school past nou bij mij. En bij Zuid had ik wel echt het beste gevoel. Wat ik het leukste aan de opleiding vind, is dat er veel variatie is. Daarnaast zijn er hele leuke docenten, dus je kan altijd een praatje maken en op al je vragen wordt eigenlijk geantwoord. De praktijklessen vind ik het leukst, want ja, dan mag je natuurlijk echt dingetjes doen. Maar over het algemeen, de lessen die ik nu al heb gehad, ervaar ik als positief en leuk. Welkom in ons vaardigheidslokaal. We gaan nu even bloed prikken bij een patiënt. De opleiding voldoet eigenlijk nog meer dan ik had verwacht aan mijn eisen. Ik vind de opleiding echt heel erg leuk en ik ga elke dag met plezier naar school. En tot nu toe worden de dagen alleen maar leuker en leer je alleen maar meer. Dus ik vind het zeker een fijne school. Even kijken wat hier gebeurt. Oh, ik zie dat de maagzonde net is ingebracht. Je moet alleen nog even de pleister goed op de neus monteren. Wat we natuurlijk ook moeten doen is bedden schoonmaken en daarna weer opmaken. Zodat de volgende patiënt of dezelfde patiënt weer lekker in bed kan liggen. Kan je me vertellen wat hier gebeurt? Jazeker, hier gaan we aan de slag met het toedienen van medicatie. Als jij je inleest in het protocol, dan kunnen we meteen aan de slag. Maar ik heb nog even een rondleiding te doen, dus ik ga gewoon weer even verder. Kom ik straks weer terug. Prima, tot zo. We zijn hier bij het Skills Lab en hier kan je terecht met al je vragen over bijvoorbeeld toetsen of materialen. Gaan we nu weer een verdieping naar beneden, want daar hebben we ook nog lokalen. We komen nu aan bij de onderwijsgroep. Deze heb je met je eigen klas en je krijgt taken waar je kennis op kan doen over verpleegkunde. Ik ga aan de slag. Je kiest voor de opleiding verpleegkunde als je een hart voor zorg hebt natuurlijk. Je houdt ervan om voor andere mensen te zorgen. Daarnaast is geen dag hetzelfde, dus je leert elke keer weer dingen bij. En je moet natuurlijk wel een beetje tegen bloed kunnen, want dat komt soms ook wel eens voorbij.